De bewoners en perceelhouders van het woonpark Anjer, die met uitzetting worden bedreigd, hebben hun hoop nu gevestigd op het ministerie van RGB. Minister Steven Reliefeld, die gisteren de mensen heeft toegesproken, heeft hen echter voorgehouden dat hij niet daar was met een pasklare oplossing. De bewindsman wilde in eerste instantie weten wie de belangen van hen mag behartigen. Het merendeel van de aanwezigen gaf aan dat Fred Lopman hun contactpersoon is en dat hij mandaat heeft om hun belangen te behartigen. Reliefeld verduidelijkte dat hij dat expliciet wilde weten omdat er geen onduidelijkheden moeten bestaan. Wij willen niet hebben dat wij in deze zaak ook in zo'n situatie belanden waarbij men later het ministerie gaat beschuldigen van ja, maar we hebben begrepen dat u toestemming heeft gegeven om gelden te ontvangen. Een ministerie die zie, een minister die zie, niet bemoeien aan monitoring. Wij staan totaal ver van deze praktijken als er gelden zijn genomen. Maar nogmaals, wij gaan deze avond niet daarvoor gebruiken om te kijken wie wel, wie niet. Wij zijn hier om met u rechtstreeks te praten. En ik denk dat het toch wel goed is om tijd te winnen, want anders verliezen we tijd. En we willen natuurlijk niet hebben dat er huizen op 22 november op de veiling gaan. En ergens in december gaat de rechter weer uitspraak doen over het wel of niet nog meer veilen van nog meer huizen. Wij hebben geen tijd te verliezen en ik neem aan dat u als belanghebbende absoluut ook geen tijd te verliezen heeft. Minister Reliefeld heeft deze kwestie afgelopen maandag voorgelegd aan de Raad van Ministers en heeft van vicepresident Ashwin Adin de opdracht gehad deze zaak op te pakken. Fred Lopman, coördinator van het buurcomité Woonpark Anjer, hield de aanwezigen voor dat al het voorgaande van ondergeschikt belang is. Waar het nu om gaat is dat de mensen hun haven en goed geveild zal worden indien er niets wordt ondernomen. Dat is het resultaat van jarenlang slecht beleid van een verkapelaar. Wat hij gedaan heeft of wat hij niet gedaan heeft is niet in vraag. Je kan er niets meer aan doen. Ik ga die woorden al vuil maken waarom het zo gekomen is dat er nu geveild wordt. Want je kunt er niets aan doen. Je kan thuis zeggen, het is zijn fout, het is zijn fout, het is zijn fout. Zeg maar eens maar. Ook hierin. Ik kan er niets aan doen. Wat doen we nu met de veilingen? En daarom zijn we vanavond hier. Deze grote man, hij doet klein. Hij is de persoon die, als er oplossingen bedacht moeten worden, hij en zijn staf zullen een oplossing moeten bedenken dat deze mensen hier hun huis niet kwijtraken. Er kan makkelijk gezegd worden van, net wat meneer Lomma zei, maar met Lanti bij haar project. Dat is een bak. Dat is een oplossingsmodel, dat zou je kunnen zeggen. Met Lanti bij haar project. Maar ze hebben Lanti naar Moni Nono. En we gaan meer rijden naar Mistref Abifteng Nono. Dus wij hebben zelf niet die middelen om te zeggen van nou, we gaan dat project als overheid kopen en iedereen die is verlost van die misère en die problemen. Maar dat neemt niet weg dat wij ons terug gaan trekken. Jullie hebben de tools in handen. Jullie moeten ons produceren met de juiste informatie. Zodat wij het proces goed kunnen begeleiden. En eigenlijk, ja, dus hoor, wat begin je applaus zo net. Dus bijna bij wang ping meneer Lopman heeft dat een lieve applaus dat hij wat oplossing nog deed. Dan heb ik de man bij je applaudisseren. Applaus kan komen, toen ze dat ik kan schrijven schwitten. Ik zag dat deze schrijven nog een deur waar dan ik ook had in. U bent veilig, dan kunt u zeggen van hé, het is een job wel done. We hebben gestreden voor ons recht en het recht heeft gezegevierd. Anneke Kartotaruno gaf aan dat enkele bewoners bij haar hebben aangeklopt voor hulp. Hiervoor vroeg zij hen wel een bijdrage. Door Lopman wordt zij echter beschuldigd van ronselpraktijken. Minister Reliefeld hield Kartotaruno voor te begrijpen dat ze wil helpen, maar gaf de bewoners meteen de verzekering dat het ministerie dienstverlenend is en dus van niemand enige betaling zal eisen. De bijeenkomst is gehouden in het kerkgebouw aan de Tiberiusstraat.